Want ik zweet snel op mijn neus, kijk. Oh, ik zie het niet. Nee? Schoolgaande. Het gaat fenomenaal. Mondkapjes. Ze zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten. Maar nu het coronavirus definitief op zijn retour lijkt, is de kans groot dat de plicht om ze binnen te dragen binnenkort vervalt. Is dat goed nieuws of zijn we daar eigenlijk wel aan gehecht geraakt? Dag meneer. Ik zie zo'n mooi mondkapje daar op uw scootmobiel. Wat zou u ervan vinden als de plicht om ze te dragen in binnenruimte vervalt? Beter. Beter, ja. Ja, ik werk zo op een taxi, maar ze zijn verschrikkelijk dat ik op je snuit. Dat is echt niks. Kan u gestolen worden, die kapjes? Ja, mij wel, ja. Ja, dat wel. Wat zou u ervan vinden als dit binnenkort niet meer hoeft, binnen? Heerlijk, ja? Heerlijk. Ja. U heeft hem zelf buiten op. Ja, nou, we gaan van de ene winkel naar de andere, dus ik was het vergeten. Okay. Je went daar ook wel aan, maar het zou wel fijn zijn als het niet meer nodig is. Ik zou het fantastisch vinden. Vooral met dit weer met een mondkapje op. Dat kan je echt niet. Ik vind het prima. Ja. Maar in de winkels wil ik hem toch nog wel even ophouden. Zeker als mensen te dicht bij je komen. Dan is het niet zo fijn nog. Okay, dan tenminste, dat voelt niet lekker nog. Nee. Maar buiten zo heerlijk. Af dat ding. Wat vindt u ervan als het zou verdwijnen? Ja, heerlijk. Het blokkeert, vind ik altijd. Ja, toch? Het benauwt ook serieus. Nou is het warm. Ik ben blij dat ik hem zo weer afdoe. Ja, zolang iemand gevaccineerd is volledig, vind ik het goed. Maar anders vind ik nog dat we moeten dragen tot iedereen wel veilig is. Ja. Oké, okay. Ja. Want het geeft u een veilig gevoel, zo'n kapje. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik bedoel, ik ben chronisch ziek. Als ik het krijg, dan is het wel een probleem. Dus ik denk dat er genoeg mensen zo ook over nadenken. Wat denkt u, mevrouw? Helemaal mee eens. Ja? Alleen eten wordt lastig, hè? Zo. Ja. Dus hij moet toch even af? Ja, zeker. Hij moet wel af, maar we zijn buiten, dus dan mag het. Hé, hey. Lang geleden, hè? Hoe is het? 100%. Ja? Ja, 100.000. Hoe tevreden ben jij met je leven? Ja, ik ben 100.000 tevreden. Ik geef mijn leven 9.9. Oké. Okay. 9.9. Dat is een heel mooi cijfer. 9.9. I love my life. Het gaat steeds beter, hè? Ja, we zijn straks ja. Misschien van al die maatregelen af. Ja, ja. Stel dat we nou ook van die mondkapjes af zijn. Geef je leven dan een 10? Of ja, dan geef ik een 10. Dan wel. Ja, om het okay. Reden waarom. Okay. Ik ben een rasta, toch? En dit ding. You must breathe. You must breathe. Rasta man must breathe. Ja. Dus die mondkapjes die kunnen jou gestolen worden? Nee, ze moeten weg, man. Oké. Okay. You must breathe. I can't breathe with a mondkapje. Wat zouden jullie ervan vinden als de mondkapjesplicht binnenkort verdwijnt? Voor mij persoonlijk maakt het eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Ik bedoel, ik draag hem wel op en ik vind het eigenlijk niet zo'n groot probleem. Je hebt er niet zoveel last van? Nee. Het is inmiddels wel gewenning, ja. Ja? Ja? Maar ben je er ook aan gehecht geraakt? Of kan je er wel weer afscheid van nemen? Als hij weg zou gaan, dan zou ik hem ook makkelijk weer af kunnen. Maar als hij blijft, heb ik er ook niet zo heel groot geen emotionele waarde aan het mondkapje, hoor. Dat niet. Okay. Ja, ik ben er nog niet zo voorstander voor. Ik heb toch nog een beetje betwijfeld. Ik zal heel blij zijn, daar niet om. Maar ja, omdat je toch nog hoort elke keer die percentage dat er toch nog continu besmettingen komen. U denkt van, we kunnen beter maar even die mondkapjes blijven dragen? Ja, mijn gevoel zegt van wel, ja. Ja? Ja, ik vind het ook. Ja, het is wel veiligheid, hè? Ja. Voelt u zich echt veilig met zo'n kapje ook? Ja, zeker, zeker. Ik heb hem net uitgedaan omdat ik uit Mediamarkt was, zo warm daar. Maar voor de rest heb ik hem altijd op. Buiten niet, hè? Verder? Nou, nee, nu is het een beetje lekker weer. Dus. Maar als het regent, doet u hem op? Ja, tuurlijk. Buiten ook? Buiten ook, ja. Ja, ja. Ik zal blij zijn als het voorbij is. Ja? Ja. Heeft u er een hekel aan, die dingen? Ja, ik krijg het er benauwd van. Zolang het verplicht is, doe ik het wel. Maar als het dadelijk, mogen we zeggen, want het is afgelopen. Dan gaat de vlag uit. Ja. Ja, ja. Nou, dat zal beter zijn. Beter. Ja, dat zal beter zijn. Ja? Ja. Lekker weer meer lucht en zo. Ik heb hooikoorts. Nou, dat is echt vreselijk. Ja? Ja. En ik heb last van hyperventilatie. Want als je in een bus of een tram zit, die zijn gigantisch warm. En dan krijg je ook warm hier. Nou, je valt bijna flauw. Ja? Van mij mogen ze weg. Ja. Ja. Want het geeft u niet een soort veilig gevoel of zo, die kapjes? Ja, in de OV vind ik het wel veilig. Het is toch wel druk geworden. Okay. En vooral naar Scheveningen is het echt druk, dus ik vind het wel veiliger in de OV. Ja, en heeft maar u dat buiten, ook? Ja, dat wel. Maar als ze zeggen, nou, het is niet meer verplicht in het OV, dan gaat hij bij mij wel af. Ja, dan draagt u hem niet meer. Nee, dan luister ik hem in. Nou, ik probeer toch wel iets meer alert te zijn, dat ik hem toch iets meer gebruik, ja.
U heeft hem in ieder geval bij de hand. Ik heb hem standby. Ja. Zo had ik hem net op. Uitgedaan. Het zit echt warm. Ja. Dus op een warme dag, dan zegt u, dan doe ik hem even af. Ja, even beter. Dan heb ik frisse lucht. Want ik zweet snel op mijn neus, kijk. Oh, ik zie het niet. Nee? Nee, maar ik zweet echt snel. En dan, ja, dit is te. Ja, ja, met 30 graden helemaal. Ja, daarom. Nou, nog even volhouden met die mondkapjes. Even volhouden. En wie weet zijn we er snel van. Wie weet zijn we snel ervan. Oké. Je weet. Boom. 9,9, hè? Nou, 10. Nee, dit is 10. Het is geen 9,9 meer. Dreadlocks. 10. Rastaman is 10%. Billions. I'm a Rasta. Fijne dag. Ja, fijne dag. Hoi. Yes, hoi.